Yo, wat up gasten! Ja, daar ben ik weer, oud vertrouwd en hard op jouw beeldscherm. Het is bijna tijd voor de feestdagen. En wie ben ik dan om jullie even geen cadeau te geven? Wie ik dan ben? Dan ben ik dus gierig. Want ik heb voor jullie allemaal het volgende cadeau. Ik ben goed hierin, hè, en jullie irriteren. Mijn cadeau is een nieuwe verse 50. Mocht jij je afvragen waar deze over gaat, lees dan heel even de titel. Ja, gedaan? Oké, het gaat dus over cadeaus kopen, ja? Oftewel 50 smoesjes om geen cadeau te kopen. Ik had oma getrokken bij de loodjes, alleen die is toch binnenkort dood, dus wat heeft ze aan een cadeau? Ik heb opa getrokken, maar niet bij de loodjes. Ik heb een winkelverbod. Ja, mijn geld is op, Oh nee, mijn geld is op vakantie. Ik knipte de pin van een pinpas, toen moet pas niet de pinnenwaspas. Daar heb ik echt lang over gedaan. December is toch een goede doelenmaand? Nou, ik heb al mijn geld overgemaakt naar de IVNBDF. Oh, dat is de Ik Wil Meer Bier Foundation. Sorry, maar het cadeau wat ik wil halen past niet door je schoorsteen. Ik wou voor jou leren pijpen. Kopen, het is kopen. Ik wou voor jou leren pijpen kopen, maar ze waren uitverkocht. Niet doordenken, rusten. Hoezo moest ik cadeaus kopen? De hele familie heeft al cadeaus. Nou kijk, ik ben een hele slimme jongen. In verband met de economische crisis vertrouw ik alle banken niet meer. Dus ik heb al mijn geld gepind en onder mijn bed gestoken. Alleen, ik heb mijn bed verkocht via Marktplaats. Ik ging dus naar de stad en wat denk je? Er gebeurde helemaal niks. Dus ik wacht op een egel die me aanvalt, een otter die langsloopt of wat dan ook. Maar er gebeurde nog steeds helemaal niets. Dus ik wacht. En wat denk je? Toen waren de winkels dicht. Ik hoef geen cadeau te kopen voor jou. Want ik, Koning Woolly Woolly, ben cadeau genoeg. Ik heb 4 weken geleden van jou een cavia gekocht en veilig bewaard in deze doos. Zonder gaatjes. Cadeautjes, die koopt Sinterklaas toch? Cadeautjes, die koopt Zwarte Piet toch? Cadeautjes, die koopt de Kerstman toch? Cadeautjes, die koopt... Oké, wacht even, ik ben hier even klaar mee. Kunnen we een ander smoesje doen of zo? Cadeautjes, die brengt de ooievaar toch? Weet je, laten we gewoon eerlijk zijn met z'n allen. Sinterklaas is een moraalfeest. Net als nieuwjaar, kerstmis, Pasen. Alles is een moraalfeest. Het gaat niet om het geven... Het gaat om te krijgen. Ik liep dus door een bos en ik zag er een Metapod lopen. Je weet wel, die ene Pokémon. Dus ik denk, ik ga hem vangen. Dus ik gooi een Pokémon erheen. Maar wat bleek, het was een portemonnee. Uiteindelijk die Metapod rent voldoende met portemonnee. En Gino heeft alle cadeaus opgegeten. Weet je, ik zat na te denken aan wat jij echt nodig hebt in je leven. En dat is lucht, want niemand kan zonder. Dus alsjeblieft. Weet je, schoonheid, wat ik voor jou heb? Een speciaal cadeautje. Hier beneden. Onder de rits. Maak hem maar open, ja. Ja, gewoon. Maar mam, waarom loop je weg? Het is een cadeau, mam. Ik heb voor jou een cursus paaldansen. Maak de rits hier beneden open en ik zou zeggen... Papap, oh nee, loop niet weg. Waarom? Ga maar naar mama toe, ja. Mijn pinpas is allergisch voor de pinautomaat. Ik ging op vakantie in Oostenrijk naar Hotel Frietzo. Het was best gezellig, weet je wel. Lekker chillen met z'n allen in de kelder. Totdat de egel langs kwam. De egel maakte alles kapot. De sauna, tv, verwarming, alles, alles. Ik had gewoon niets meer. En de enige manier om mezelf warm te houden was om mijn geld te verbranden. Dus ja, sorry. Door de economische crisis heb ik al mijn euro's ingereld voor guldens. Maar we namen al mijn cadeaus mee naar Angola. Een cadeau hoort een verrassing te zijn, hè? Ja, kijk nou. Is het dan geen verrassing dat ik geen cadeau heb? Dan heb je alsnog een soort van cadeau. He? Ik ging naar speelgoedwinkel, daar allemaal cadeautjes pakken, weet je wel, lekker naar de kassa, lekker betalen. Tot de Peggy het Vogelbeet hier langs kwam. Die vermoordde de cashier, ik heb nu geen cadeaus, kutzooi. Ik heb al mijn muren behangen met cadeaupapier, dus nu is cadeaupapier op, sorry. Kutzooi, ik ben gewoon een cadeau vergeten te kopen, ja sorry, weet je waarom? Omdat ik je niet mag. Ik mag jou niet, ja? Rot op man. Waarom ik geen cadeau heb gekocht? Simpel. Leverworst. Jij wil je verrassing, nou ja, die heb ik wel. Ik heb Mufasa vermoord. Maar natuurlijk heb ik een cadeau voor jou gekocht. Kijk, omdat je fan bent van Justin Bieber heb ik deze doos vol met al zijn talent. Oh ja, hij is leeg. Hij heeft geen talent. Simpeler kan niet. Ik heb te veel naar Marco Borsato geluisterd. En nu sta ik dus rood. De kleur van je. Deze is echt heel slecht. Deze hele smoes. Mijn portemonnee was ziek. Wacht even, hoezo ben je boos dat ik geen cadeaus voor je heb? Ja, je bent echt een gierige lul, man. What the fuck is dit? Ik ga naar huis. Ik heb geen cadeau voor jou, omdat ik nog geld van jou krijg. Weet je nog van die ene keer dat je geld leende en zo van... Ik heb geld... Nou, dat was jij niet. Dan krijg je hem een andere keer van mij. Doei. Maar natuurlijk heb ik een cadeau voor jou. Niet één, maar twee. Goed opletten, hè? Kijk, daar! 2 cadeaus! Wat wil jij nu nog meer? Ik heb geen cadeau voor jou, omdat jij me gisteren ook niks gaf. Ja, ik weet dat het gewoon een donderdag is, maar het gaat om het idee, hè? Elke dag is een feest, hè? En op een feest geef je cadeaus. Waarom geef je mij niks? Ik had geen tijd om cadeaus te kopen, want ik moest een boom schilderen. Sorry hoor, maar mijn pinpas kan toch alleen in de gleuf als hij echt stijf is? Wie ben jij nou om te zeggen dat mijn pinpas altijd stijf moet zijn? Laatst had ik mijn schoen gezet voor Sinterklaas, dus ik begon erbij te zingen en zo, dus Sinterklaas kwam ook echt langs. En wat denk je? Hij stal mijn schoenen. Vervolgens koop ik nieuwe schoenen, ik doe het helemaal opnieuw. En hij stal weer mijn schoenen. Dus ik vier geen Sinterklaas meer. Vervolgens kwam kerstmis, dus ik hing mijn sok op en wat denk je? De kerstman stal mijn sokken. En toen kwam Valentijnsdag en wat denk je? Ik werd neergeschoten door de Cupido. Na 3 weken in het ziekenhuis had ik geen sokken, geen schoenen en geen geld, maar ik had wel een mooie rolstoel. Ik moest mijn hond poetsen. Ik heb voor jou een hele mooie reis geboekt. Je gaat veel zien van de natuur, veel mooie wegen, een hele nieuwe cultuur. Het enige wat je even moet doen is door die deur en mijn huis uit, want ik heb geen cadeaus. Ik ben hier voor de gezelligheid en niet voor de cadeaus. Oma, mijn cadeau is een prachtige vaas voor u.
Nee, niet voor de bloemen. Dat is voor jou. Je bent er bijna dood, gekkie. Yo, what up, gasten. Bedankt voor het kijken naar Nieuw Vers 50. En sorry dat jullie er zo lang op moeten wachten. Wat een kutzin. Maar deel deze video met al je vrienden. Deel hem met name via je Hives, Twitter, Facebook, MySpace is een beetje dope, maar het kan wel. MSN kan, Hotmail kan en alle andere dingen. Stuur deze video dan met name door naar iedereen die nooit cadeaus wil kopen. Of iedereen die nooit geld heeft. Of een andere categorie waar ik bij hoor is iedereen die nooit zijn cadeaus wil inpakken. Ik heb daar nooit zin in gehad. Ik weet nog goed dat op de middelbare school dat je altijd surprises moest maken voor elkaar. En dat ik daar gewoon geen zin in had. Ik wou het nooit inpakken. Deel deze video dus met al je vriendjes en vriendinnetjes, zoals Bas en Adriaan zouden zeggen. Voeg hem daarnaast ook toe aan je favorieten. Gewoon klik op toevoegen aan favorieten en klik. Vergeet ook vooral niet te abonneren, want dat kan je hierboven doen. Gewoon op het knopje abonneren klikken. En als je meer wil zien van de vers 50, de video's aan de rechterkant zijn klikbaar. Volgens mij was dat alles wel zo'n beetje. In ieder geval bedankt voor het delen en abonneren. En gasten, dan check ik jullie later.